Goed, die shallow screws die we hebben. Ja, hoe bevestig je die nou eigenlijk? Dat is eigenlijk vrij simpel. Ik heb er alvast even eentje uit het doosje gehaald. Dit is een shallow screw. Dit puntje gaat voor in de shed. En die druk je aan totdat je eigenlijk bij het kurk, bij de kurkentrekker komt. Op deze manier. Vervolgens ga je gewoon heel rustig de screw, de kurkentrekker, in de shed draaien. En je ziet, langzaam maar zeker, verdwijnt die helemaal in de shed. En uiteindelijk zie je dat hij er helemaal in verdwenen is. Vervolgens hebben we de stinger. Dit is de 11 cm. De Fast Connect stinger. Die worden geleverd met drechtbeschermers. Dus je kan hem eventueel los in de tas gooien of aan het kunsthuis laten zitten. De bovenop Fast Connect. 30 pond staaldraad, meer dan genoeg voor de snoek. Die Fast Connect zet je er hier tussen, je draait hem een halve slag en trekt hem naar beneden toe. Op dit moment zit hij al vast. Alle stingers die zijn ook voorzien van een spike die ter hoogte van de wortel zit. Ik weet niet of dat op beeld te zien is. Maar elke spike heeft een paar kleine weerhaakjes. En met die weerhaakjes blijft hij perfect in de shed zitten. Je duwt hem aan. En hij hangt er mooi vrij onder. De splittering die eraan zit, monteer je hem aan je speld. En je kan ermee vissen. Zo simpel kan het zijn.